Erik van Zutphen, we staan hier na afloop van de wedstrijd tegen SJOC, bekerwedstrijd. 3-1 winst. Hoe ging het vandaag? Ja, we hadden, met name de eerste helft vond ik dat we het prima deden. Vooral het eerste half uur. En goed in de druk zetten. Je speelt toch tegen en denk ik een kans hebben volgend jaar voor de titel. Ervaren goede ploeg met veel kwaliteit. Nou, dat wisten we. Heel veel energie in gelegd, maar ook aan de bal goede dingen laten zien. Ik denk, de laatste 10 minuten werden wat moeilijker. We werden de afstanden toen al wat groter. Maar als je kijkt naar het kansenpercentage de eerste helft, was het denk ik 3 of 4 kansen voor ons. En zij eigenlijk uit de vrije trap hebben ze rendement gehaald. Dus ja, daar kan ik over tevreden zijn. Tweede helft hebben we de eerste 25 minuten best wel lastig gehad. Kwamen we eigenlijk niet meer aan het voetballen. Hebben we daarna met wat wissels wat frisse energie gebracht. En dan kregen we weer wat controle over de wedstrijd. Maar ook eigenlijk de tweede helft hebben we eigenlijk geen echt 100% kansen weggegeven. En zelf creëer je op de counter dan nog 2 mogelijkheden en die maak je dan allebei. Dus ja. Daar kunnen we content mee zijn. Ja, mooi. En als je dan terugkijkt op die voorbereiding tot nu toe, ben je tevreden over de gang van zaken? Ja, zoals eerder gezegd, we hebben natuurlijk een heel nieuw elftal met allemaal nieuwe jongens. Of nee, geen nieuwe jongens, maar wel die voor het eerst heel veel gaan spelen in het eerste elftal. De training is prima, heel veel energie, heel veel beleving en veel kameraadschap, wat mooi om te zien is. Nou, vandaag ook, we hebben een groep zeg maar, van 15, 16 veldspelers die allemaal in het eerste elftal kunnen spelen. Dus de concurrentie, met name het middenveld voorin, is groot. Nou, dat zag je ook afgelopen donderdag, maar nu vandaag weer met de wissels. Ja, je wordt er niet minder op en dat is alleen maar goed. Ja, daarom. Tot nu toe gaat het in de beker uitstekend. 2 wedstrijden, 3 punten. Alle ploegen in deze pool hebben inderdaad 3 punten nu. En nou ja, goed, betekent dat volgende week uitwedstrijd bij DVC, als je wint, dat je verder bent in de beker. Ja, nou, dat is niet. Natuurlijk willen we graag verder bekeren, maar ik gebruik die bekerwedstrijden echt om iedereen ook aan het werk te zien. Dus we zullen ook komende zondag weer een iets ander elftal in de wei zien. Omdat ik graag iedereen hun kans wil geven en ook iedereen aan het werk wil zien. Maar ook iedereen fit wil houden, want vroeg of laat heb je door blessures. Tristan valt nu geblesseerd uit. Nou goed, is maar kijken of hij volgende week weer aan kan haken. Dus we hebben iedereen nodig. En als je dan elke keer met dezelfde elf speelt en je moet dan iemand brengen die eigenlijk geen minuut heeft gemaakt, snij je jezelf in de vingers. Dus onze pijldatum is de eerste competitiewedstrijd. Dan zal het in mijn optiek de sterkste elftal gaan oplopen. En daarvoor gaan we alles in het teken zetten van die competitiewedstrijd. Willen we natuurlijk wel graag verder bekeren. Nou, DVC een heel andere tegenstander als vandaag. Minder voetballend denk ik, maar fysiek ijzersterk. Ze gisteren ook tegen Longen laten zien. Dus we zaten überhaupt in een zware pool. Maar goed, als we daar tegen Longen best wel een goed gevoel over gehouden, met name verdedigend. Nou, vandaag in het rendement van het aanvallen ook prima gedaan. Dus we proberen de lijn door te trekken naar volgende week. Ja, dat zou mooi zijn, want over 2 weken staat de competitie inderdaad. Uitwedstrijd bij Varsseveld, een week later thuis tegen Grol. Nou goed, bijna veel mooiere competitiestart kun je bijna niet wensen. Hoewel het natuurlijk wel heel lastig zal zijn. Ja, maar goed, dat weten we. Elke wedstrijd zal voor ons lastig zijn in de fase waar wij zitten. Maar dat maakt het ook, heb ik ook tegen de jongens gezegd, geniet dat je gezond bent en dat je kunt voetballen. Het mooiste wat er is en het ergste wat je kan overkomen is dat je een keer slecht speelt of een tegenstander beter is. Als ik maar niet constateer dat de tegenstander meer energie in de wedstrijd aan ons heeft gelegd. Want dat mag niet voorkomen in de groep die wij hebben. Dus daar gaan we ons op focussen. Uitstekend, dankjewel. Veel succes nog.